Leuk dat jullie naar deze vlog kijken. In deze vlog wil ik jullie even meenemen waar wij als VET mee bezig zijn rondom toetsing en ook wel meten genoemd. Het is vooral gebaseerd toen de puzzelstukjes in elkaar vielen, toen het boek verscheen van Dominique Sluismans en René Knijboer. Daar hebben wij ook gebruik van gemaakt in de onderbouwing. Ik neem jullie mee door een aantal slides die verduidelijken wat ik bedoel met mijn verhaal. En hier zie je aan de rechterkant het toetsen en aan de linkerkant vooral het meten. Wat beide volgens mij mag blijven bestaan in het leerproces, maar er moet meer balans in komen. Wat je nu vaak ziet, zijn dat toetsen een eindpunt zijn van leren. Waardoor je gedrag krijgt van de studenten, is het eerste wat ze vragen, wat moet ik doen voor een voldoende? En dat wil je eigenlijk niet, want wij willen dat meetpunten of datapunten of toetsen geen eindpunt zijn van leren, maar juist de volgende stap voor leren. En tevens een onderbouwing is bij Fontys bijvoorbeeld dat je een semester start van 10 weken. Dan starten meerdere bogen tegelijkertijd, dus meerdere leerarrangementen en of vakken. En wat je ziet is dat vooral aan het einde van die 10 weken, dus in week 8, 9 en of 10, schiet de student ineens wakker en denkt hij, shit, daar en daar en daar moet ik iets opleveren, een rapport of een projectverslag. En daar en daar moet ik nog een toets maken en dan ga ik even alles uit mijn hoofd leren. Dus dan zie je een rough endgame. Dat komt onder andere ook uit de softwarewereld, waar men software ging ontwikkelen en een bepaalde opleverdata had en daarheen ging werken. Op het moment dat men met Scrum ging werken en de gebruiker ging gebruiken om de software beter te maken, kreeg je eigenlijk van die updates zoals je nu op je telefoon krijgt, die steeds bepaalde bugs eruit halen. Dus je krijgt geen rough endgame meer, maar je krijgt eigenlijk overzichtelijke stappen waarin je iets oplevert. En dat streven wij nu ook naar in onze leerproces. Waarom? Omdat je dan door die rough endgame knijp je lang niet alles uit het leerproces, zeg maar, wat erin zit. En je hoeft niet altijd die citroen, dus dat leerproces, die student helemaal leeg te knijpen. Maar als jij op meerdere punten meet gedurende die 10 weken, haal je waarschijnlijk een veel beter eindresultaat waar je mee door kunt gaan, dan dat je pas één keer meet op het einde.